Initiatief en de coöperatie Groninger Energiekoepel vinden er binnenkort in onze Wedden en Wedden presentaties plaats van het plan voor een Westerwoldse energiecoöperatie en de mogelijkheden van zonnepanelen op eigen dak. Nou, dat is een volzin waarvan je dan denkt, daar wil ik toch even iets meer over weten. En ik wil hem meteen ook even recht zetten. Ja, dat mag. Maar en degene die het recht gaat zetten, dat is Martin van der Kooi. Martin, goedenavond. Ja, goedenavond. Nou, hoe moet het werkelijk zijn? Wat is de situatie? Nou, het komt allemaal niet zo nauw, maar het gaat erom dat er hier in Westerwolde een aantal mensen bezig zijn om een energiecoöperatie op te richten. Ik zal dadelijk uitleggen wat dat is. Ja. Ze hebben dat zelf georganiseerd en gevraagd aan de Groningen Energiekoepel, waar ik bestuurslid ben, om daar een voorzet te geven om te kijken hoe je dat kunt doen. Het is alleen zo dat deze avonden, die zijn beide veel breder. Er komt iemand vertellen over zonnepanelen op het dak. Echt een expert uit een andere coöperatie van Menterwolde. En die legt echt haar fijn uit van waar je op moet letten. Voldoet je dak wel? Er is op dit moment een enorme hype aan aanbieders. Want wie zijn de belangstellenden die je dan zoekt? Wij zijn belangstellenden zijn in eerste instantie particulieren die die stap willen maken, maar eigenlijk in het woud van aanbiedingen hun weg niet meer kunnen zoeken en niet weten waar ze op moeten letten. Het aardige van de coöperaties die op dit moment hier in heel Groningen ontstaan en dus blijkbaar ook Westerwolde is ook in verwachting, zeg maar zeggen. Die vragen liggen hier ook, hè? Natuurlijk. Ja. En hier is ook zon, tenslotte. Ja. Ik ben ook van de coöperatie Pekela Duurzaam. Daar hebben we opgezet. Daar hebben we succesvolle zonnepanelenacties gehouden. Dat hebben wij gedaan met lokale installatiebedrijven. Mm-hmm. Omdat je dan weet, het is vertrouwd. Je weet de goede service. En je kunt een goede prijs bedingen. Ja. En dat heeft werkelijk aangeslagen. En wij zijn een stapje verder gegaan door met onze coöperaties ons te verenigen in de Groningen Energiekoepel. En dan denk je, mooi, zo'n club die van alles organiseert. Nee, die coördineert eigenlijk, die brengt eigenlijk al die coöperaties met elkaar in verbinding eigenlijk. Ja. Dus meestal gaat het zo, want het is echt allemaal van onderop. Er zijn mensen die denken, een paar mensen bij elkaar in een dorp, die zeggen, we moeten toch eens wat samen doen. Ja, bij wijze van spreken de straat, mensen in de straat, die kunnen het zo verzinnen. Ja, die dat bedenken. En ook voor het dorp, van we moeten eens wat meer duurzame dingen doen. Het kunnen ook verenigingen zijn. Die zijn bijvoorbeeld op het Hoge Land veel meer. Van die dorpsverenigingen. Die zien dat hun dorp teloor gaat. Ja. Nou is het aardige dat met die Groningen Energiekoepel die we opgestart zijn, we samen met koepels die ook weer in Drenthe en in Friesland zijn, hebben we een eigen energiebedrijf opgestart. Oh. En dat vind ik uniek, dat we dat kunnen doen. Komt niet vaak voor, zou ik zeggen. Nee, en de gevestigde maatschappijen, die zijn ook, nou ja, we zijn een hele kleine speler op dit moment. Ja. Maar de gevestigde partijen, die beginnen zich wel even achter de oren te krabben. Ja. Want het aardige is dat, nu wij aangesloten zijn bij elkaar, al die kleine coöperaties, dus echt, Groningen is een land van coöperaties geweest, hè? Ja. Strookkarton, noem maar op, aardappelmeel. Geschiedenis komt weer terug, ja. Ja, en op een hele leuke manier die eigenlijk mensen zelf ten goede komt. Omdat we nu met zonnepanelen onder andere, kunnen we zelf produceren. Ik ben geen Groninger, maar ik heb op een gegeven moment ook de slogan ervoor bedacht, we don't self. Ja. En dat doe je ook, hè? Ja. Maar ga je gang. Het aardige van dat energiebedrijf is, dat hebben we dus samen met de Friezen en de Drenthe. Mm-hmm. Dat betekent dat wij zelf groene energie inkopen, zo groen mogelijk. Mm-hmm. En dat tegen een betaalbare prijs kunnen doen voor de klant. Maar er is iets meer, er is iets heel leuks aan de gang hier in het noorden. Op een gegeven moment, als wij een klant hebben hier in dit gebied, dan gaat €75 per jaar van die klant gaat naar de coöperatie die daar op dat moment aanwezig is. En die €75, als dat dus gaat groeien, die kan die coöperatie gaan gebruiken om gezamenlijk bijvoorbeeld een energiepark in te richten. Mm-hmm. Een zonneweide. Er zijn dorpen in het noorden van Groningen, Garmert, die denkt er bijvoorbeeld over om een dorfmolen aan te schaffen zelf. Die hebben het idee van, als ons allerlei parken door de strot worden geduwd, laten we maar ons eigen park doen. We hebben liever last van ons eigen molen dan van andermans molen. Want we zien elke keer als die draait, daar komt ook geld in het plaatje. Ja, dus het is niet alleen de mogelijkheid, maar ook de vorm waar je invloed op kunt uitoefenen. Ja. Je hebt rechtstreeks inspraak. Ja, maar nou even naar laat ik maar zeggen, ik heb
We hebben het net over de Noordzeeboer gehad. Hè? En dit is een elektroboer, zal ik maar zeggen. Ja, wij gooien geen geld in de, wij gooien geld in de zon in plaats van ja, het water. Ja, precies. Maar de vraag is even, van welke wijze rendeert dat? Gewoon voor de luisteraar. Die zegt van ja, ik wil best wel zonnepanelen. Ja. Nou, je hebt dus twee manieren. Je kunt of je bij de coöperatie aansluiten en dan kun je, het kan zijn dat jouw huis helemaal niet goed staat. Ja. Of dat het een monument is. Ja. En dat je denkt, ja, al die rommel erop, dat kan ik me ook voorstellen. Ja. Want soms is het gewoon niet mooi. En, maar je hebt niet de mogelijkheid dan om zelf in je energie te voorzien. Op dat moment kun je dus met mensen van de coöperatie, waar dus elk jaar die €75 binnen, kun je gaan financieren om gezamenlijk een zonneweide aan te sluiten. Ik ken hier mensen in Wedde. Ik ken niet de naam, maar die mij al een keer gepolst hebben. Kun je eens kijken, en dat doe ik dan als coöperatie Pekela Duurzaam, want we helpen gewoon onze buren, het noberschap. Ja. Ook een goede traditie. Ook een goede begint een goede traditie te worden, ja. Ja. En dan gaan we kijken van, er zijn allerlei regelingen voor, van op het moment dat je dat dus niet individueel kan doen, dat je dan gezamenlijk collectief gaat doen. En de overheid die stelt ons in het energieakkoord in staat om dat wat goedkoper te doen. Maar natuurlijk altijd weer heel minimaal. Ja. Klein beetje korting. Dus maar wij zijn daar nog niet helemaal tevreden over. Maar over het toepassen als zodanig. Ik bedoel, als ik nu hoor dat een particulier gewoon zonnepanelen op zijn dak kan aanschaffen. Mm-hmm. En kan neerzetten voor zover die dat eigen huis heeft. Ja. Dan wekt die stroom op, wat in wezen bij de afrekening mee het originele netwerk, zal ik maar zeggen, in mindering wordt gebracht. En ja, dan krijg je een rendement. Ja. Dat moet leiden tot vermindering. Dat blijft hier ook tot vermindering van kosten. Ja. Je kunt helemaal uit met je eigen zonnepanelen. Ja, maar blijft toch ook in jouw geval van samenwerking met de koepel, in misschien met individueel maatwerk, maar met aparte gevallen nou, toch ook dus het. Dat eigen energiebedrijf gaat natuurlijk ook gewoon de stroom afnemen van de mensen die individueel zonnepanelen hebben, als zij dus meer produceren. Alleen over dat meer krijg je niet zoveel terug. Nee. Omdat we zitten met een maatregel van de overheid. Ja, die stimuleert dat niet. Ze stimuleren het wel, maar ze houden de energiebelasting lekker in stand natuurlijk. Stimuleren ze nou echt? In mijn hart? Nee toch. Kan meer energie in, hè? Ik woon in Pekel en als je daar op de markt staat met dit soort initiatieven die dus ook hier beginnen te ontstaan. Pekel is gewoon heel zwart-wit, hoor. Ja. Overheid? Vertrouw ik nooit. Nee. We down self. Ja. Als het tenslotte, Martin, als hier mensen meer over willen weten, wat zou je ze dan adviseren? Ik zou ze adviseren om contact op te nemen met de Groningen Energiekoepel. En voor de mensen hier, die kunnen dus gewoon naar de avonden toe. Naar de beide avonden die je net genoemd hebt. Ja. Neem ze nog even door, zou ik zeggen. Ja, dan moet ik even gauw het papiertje erbij hebben. De bijeenkomst in Wedde, die vindt plaats op 12 november. Mm-hmm. Vanaf 8:00 in het dorpshuis De Voortgang. En dat is aan de Kerkstraat 10. En de bijeenkomst in Onstwedde staat op het programma op 19 november. In Eetcafé Gerak aan de Dorpstraat 49. En die begint ook om 8:00. Nou, ik zou zeggen succes. Met een hoop energie er tegenaan, zou ik zeggen. Ik ga weer met een hoop energie ook weer terug naar Pekel. Zo is dat. Dank voor de mededelingen en de informatie, Martin. En tot de volgende keer.